ja. En ik ben geboren in het eerste steenhuis. En toen heette met die nog het Arjerveen. En dat was het eerste stenen gebouw hier in het Arjerveen. Hier in Delenswaard? En dat is gebouwd in 1818. In 1818? Ja. Maar, en er is nog een gevelsteen, die staat nog in de historische vereniging in het Leshuis. Oké. Okay. Maar kunt u omschrijven hoe het huis er van binnenuit zag? Jazeker. Ja, het was een... je kunt het aan de voordeur zien. Een groot gebouw met, ik weet maar niet, hoeveel kamers. Dus, en het was een boerderij, dus er zat een koeienstal in, een paardenstal en varkenbakken. En met veerhuis, dat was het vanuit. Hier aan een hele grote keuken. Er zat nog een kaartenkamer in, was er vroeger. Dus kaan, de boten vormen. Oké. Okay. En dan, naar de keuken. En dan zaten er drie verschillende kamers nog in. In een ene kamer, die woonde nog, daar verhuurden ze microfa aan mensen die daar woonden. Dan. Mensen in. Die hebben vaak dus een statusgezin jong getrokken. Maar dat natuurlijk niet zo. Het was nog wel een behoorlijke ruimte. Maar we nou vergeleken natuurlijk niet. En als er dan een jong gezin kwam, dan is waar hij woonde. Ja. En dan was er een grote woonkamer. En over het eerste veel gedeelte. Er was een grote zolder zat erop. Het was een groot gebouw. Het is zelfs zo dat we later in het Westerhuizen veld, dat noemt ze de trambaan, daar liep vroeger de tram op naar Meppel. En daar aan die banen, van die oude boerderijen, ben nog twee nieuwe kleine boerderijen weer opgebouwd. Ze hebben al die steen in bed, die mensen die er. En zijn we opnieuw gebruikt? En toen meer of mee. Oké. Okay. Mee weer. Kijk, vroeger kon die makkelijk de steen werken, want wij niet de aarde beton, dat is een wat wij nodig hebben. Er zat een boel zout in, hè? Ja, ja. En dan konden ze die steen. Ja. En ze dagen zaten ze in die steen te werken. Ja, ja. En dat ze schoon was en dan werden ze weer opnieuw opgebouwd. Ja, oké. Okay. En dan ben je van dat huis. Zo was die zat eraan. Dat zijn er twee kleine boerderijen van. Dus in die tijd was dat een heel groot huis? Mm-hmm. Dat was een heel groot huis in die tijd. Het was een heel groot huis. Ja. Ja, ik vind het uit de foto bekijken. Kun je het ook wel bekijken, hè? Ja. Maar kunt u vertellen welke kleuren zaten in dat huis? Hoe was dat vroeger? Nou, er was kleuren. Echt kleuren en natuurlijk, maar dit weet ik wel. En Joba die had het toen die boerderij afgebroken is. En dat hij die neer toe weer bouwde. Maar in verschillende kamers, daar zaten die schouwen in, hè. En wat is en dat? En boven die schouw. Oh ja, ja. Daar stond een schilderij. En er zat een grote schilderij. Tegen die schouw aan. En die heeft, van mijn geloof, die Europa die had daar geen verstand van natuurlijk. En ik kwam zo'n opkoper aan en zei die, ja, die werd wel komen. En we zo'n appel en daar heeft het. En dat was een echte schilderij. Die doet een echte schilder. Nee. Dat was schilderbaar. Op linnen weer. Ja. Of, ja. Ik denk het wel op linnen. Maar zo was dat toen. Maar er kwam er een opkoper en die kocht een schilderij dan op? Ja. Ja, maar die mensen hadden er geen verstand van, ja. Ja, Het werd anders misschien verbrand. Dus als die zo'n keer een tientje beurde, dan zei nog niet meer hou mee. Ja. Terwijl het misschien wel veel meer waard was. Ja, natuurlijk. Ja. Want hij kon nog wel als hij in 1818 erop geschilderd is. Ja. Dus. Ja, nee, ja. Ja, ik zo'n ding, ja, dan. Maar ja, goed.
Dat was later zo met de petroleumlamp. Ja. Die gooien ze ook weg. Ja. Later werd het duur wel uitbetaald. Ja, ja, klopt. Maar als ze dus het naal door leeg kunt maken, dan zit het nog dichter. Ja. Maar dat, je weet wat er om de man. Ja. Ik weet nog wel dat mijn vader de petroleumlamp, want die jonge Johan heb ik eerst nog mee. Bij petroleum ligt gezeten, bij petroleumlamp om de tafel. Ja. Toen het elektrisch kwam, ja, maar ik moet hier op mijn bok in de voort. Ja, want u kunt zich nog goed herinneren wanneer de elektriciteit kwam? Jazeker. Want wanneer kwam dat? Ja, nou, ja, wanneer het precies kwam, dat weet ik niet, maar zeg maar, dat wij, zeg maar, in uw sfeer, in elektrisch lokreden, nou, dat was in het begin van de 30 jaar. 29, 30. Toen kwam er voor de eerste, zeg maar, dat je gewoon... Ja, toen was er wel elektriciteit. Ja. Maar de meeste mensen brandden toen nog petroleum nam. Oké. Dat, ik ken ze nog wel, denk ik. Jawel? Ja, ja, ja. Midden boven de tafel. Ja, ja. En hij een glas erop. Ja. En dan... met de andere stuk en dan werd het glas erop gezet. Ja. En als je dan het ogen brandt, dan walm, dan was het hele glas was zwart. Ja. Dus je het eerst weer glas erop pakken en schoonmaken. Maar waar werd die petroleum gehaald dan? Nou, er waren mensen die waren, hoe noem je dat? Er waren bijvoorbeeld. De automaat, dat was een petroleummaatschappij. Ja. Kijk, en die hadden overal verkopen, net zoals in een supermarkt. Hè. Ja. Hij ook verkopen, maar heel miniem. Dan waren die mensen die hadden een kar, zeg maar, soms op twee wielen. En dan hadden ze allemaal bussen of zo. Ja. Met een tuitje eraan. En dan hangen ze met langs de huizen. Want de mensen dat zelf in huis ook allemaal van die petroleum kan, hè? Ja. Ik weet niet, wij zien het niet. Ja, ik heb dat wel, ja, op een foto. Ja, ja. Ja. Nou, kijk, dat was een kamer, zeg maar, van 3-4 liter, zeg maar, rechthoeken. En dan een tuitje eraan. Ja. Dus als ze dan de lamp bij me vullen, konden zo van u de betreuring in de lamp verschijnen. Ja, ik snap het, ik snap het. En dat, dus die mensen die hadden dan, nou ja, zeg maar net als een melkwijk werden vroeger, hadden wij ook een melkwijk, we kochten de melk, we doen de melk niet naar de fabriek, maar we kochten aan de burgers in het dorp. Ja. En kijk, ik heb ook dat waren die laten zien bij de buren. Ja. Zeg maar, daar had die melkbus mee of zo. Ja. En dan ging je bij de burger langs. En dan... Want uw vader had dus had een boerderij? Dat was een boerderij? Waar... Boerderij, ja. Oké, en hoeveel koeien stonden daar dan? Ja, we hadden een klein boerderij. Maar mijn vader die werkte aan de provinciale waterstaat. Was ik kan dan hier. Toen de schepen hier naar volle varen. Ja. Hij ook iedere keer naar de wal kapot ging. Ja. Door de stroming. En, ja. En dan moest mijn vader met een andere kantoniers. Maar ze zitten weer op die wal repareren. Ja. En er waren de paaltjes aan de paaltjes van dan. Nou ja, een dikke meter, anderhalve meter. En dan werden die eerst in de grond geslagen. En dan hij van die tweeën, van dat. Twillingwal, zeg maar, die stappen, die buurzame kieren, die werden aan de rennen gebracht en dan werd er weer zand achterover. Ja, en dan kwamen er weer zo in op. En dat deed uw vader? En dat deed mijn vader, ja. Oké. Maar kunt u eens omschrijven, want u woonde daar in het eerste stenen huis van Dedensvaart, maar kunt u eens omschrijven als je dan buiten liep, als je uit het huis ging, wat u daar zag? Ja, nou, voor thuis was het kanaal, de Dedensvaart. En achter thuis was het allemaal weiland. En dat kanaal, daar ging echt regelmatig een boot door? Ja, gewoon deel dat hier. Met een boel scheren.
van de deur, want dat ging de hele dag door. De hele dag? Dat we spannend van 6 uur begonnen. En dan, dat hoort wel soms, zeg maar, 9 uur. Dan om de bruggen, want dan heb je de bruggen draaien, die woonden erbij. En dan bruggen ze door. Ja. En dan moest de bruggen draaien, die kwam er dus. Wat meestal was zo, dat een gezin was. Ja. En de vrouw, die moest de bruggen draaien. Oké. En bij elke brug stond bruggen draaien? Ja. Oké. Ja, kijk, en dan de schepen die aan een... Een hoorn, hè? Ja. Toet. Ja, en dat was dan? Ja, dan hun die vrouwen, die hun die hoorn. En ja. Dan kwam schepen. Oh, zo. En die hadden er ook een, die hadden nog wat schepen. Dan vaak weer de beurtschippers. Want we waren er, zeg maar, later allemaal vrachtauto's. En we vervoerden maar vroeger toen. Maar schepen, beurtschippers. Dat was dan een schip. En die varen van de Innsvang naar Zwolle. En daar hadden ze de spullen van gedaan. En ja. Weer onderweg zijn we ze gewoon in Zwolle bij Nieuwleusen en de Balk en zo. Tot aan de Koevoorn naartoe. En dan brachten ze de spullen bij de winkeliers. Ja, oké. Okay. Dan noemen ze beurschepper. Beurschepper. En die had vaak een hoorn, die had dan vaak een deuntje. En ta-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 ta. En dan schreeuw mee als voorjong. Bij ons er gewoon, en die in een timmer. Ja. En dan schreef, we waren vrouwen natuurlijk ook niet zo graag. Hij een fiets aan, dan had hij een oude fiets en dan had hij een aanvaart hem vaak af. Ja. En dan hangen we voor de fietsenstuur en de bleu zie je hem en dan klom net als zo'n schepper. Zo'n vrouw kwam voor niks naar buiten. Dezelfde belletje drukken. Ja, zoiets. Ja, dat was natuurlijk niet zo leuk, want dat was natuurlijk een leuke. En dan was die beurschipper, vrouw Tummen draait de brug eens af, het boorslag komt eraan. En zo geval ook wel. Maar die scheep ging dus de hele dag door? De hele dag door. Ja, maar dan kunnen we ons nou niks meer bij voorstellen, hè? Ik bedoel, nee. het is nou, er gebeurt niks. Nou, en dan de scheepsjaars, hè? Ja. Zeg maar, die als er geen wind was en zo, dan, en ze dan zelf niet voldoende vallen, dan huurden ze een scheepsjaar met peert. Ja. En die bracht ze dan, zeg maar, die gaan s'morgens. Nou ja, maar zeg, als hier in Dinsvoort woont, dan gaan we morgens naar vroeg af richting Zwolle, ja. Of richting Koevoorn. Ja. En als daar een schipper was, nou, en dan probeerden ze overheen. Ja. Kan ik me nog trekken, kan ik me nog slepen. En dan kreeg je. Wat maar hem, en dan werd er een handje klap. Dan, nou, ik breng over een vijfgulden of een ritaler. Ik vind die men in ieder geval niet vullen. Nee. Ik bedoel maar, aan je weer gewerkt, dan heb je een tientje verdiend. Ja, ja, dat verdienen we nou in het uur. Huh? Dat verdienen we nou in het uur. Ja, dat vind je zo. Ja. Maar kijk, en dan doen ze een akkoord met de schepper. En dan trouwen ze dat schip, zeg maar, ik noem maar wat, van Koevoorn. En dan gaan ze richting Zwolle. Ja, ja. En dan, als ze dat kunnen redden, en dat lukt er vaak. En dan van richting Zwolle, een schip kwam met een scheepsjaar. Ja. En kwamen ze, ik noem me wat, aan de ballen, we gaan het zien. Ja. En dan zijn ze nog een maag geweest, dan stukken we helemaal. Ja. En dan doen ze het peert ja. Even weg. En dan gingen we weer terug op Brussel. Dus dan soms, dan ja. Was je op tijd in huis. In huis, ja. Als ze dat niet aan het raden. Ja, ik snap het. Ja, maar dan moesten ze de route helemaal afmaken. Ja, ja. En aanmaken. En ook peert. Ja. Alleen op peert mee terug. Ja. Dan zaten ze op peert en dan was ze naar rust toe. Ja, ja. Maar dat was. De tram liep er toen vlak langs. Ja, maar dat was ook bij u langs het huis toen ja, in die tijd. Maar één voor mij. Maar hoe lang heeft u in het huis gewoond dan? Van, ik, ja? Nou, ik heb tot 1930 heb ik er in Taldus gewoond. Oké. Okay.
Want daar praat men nou over. Maar de tram, die liep er ook langs. Ja. Dus er was scheepvaart, de tram ging er langs. Dat was eigenlijk drukte van belang. Jazeker. En voor de nauwer, hè? Ja. Want die boerderij is er vlak in de weg. Ja. Hoe vaak kwam daar een tram langs dan? Ja, dan waren we daar. Dan begon de smaren natuurlijk wel een veel muren. Maar? Mensen die naar Zwolle gingen, Koblin, Janlaas, scholieren die naar hogere scholen gingen, kwamen er niet zoveel. Ja. Maar er waren toch wel wat. Dus die moest gebruik van de tramlijn. Oh, okay. En ook, ook een boel vracht vervoeren. Met de tram? Ja, als ze naar Zwolle waren, dan brachten ze daar die poolders. Ja. Die brachten de spul voor de winkeliers deze kant nog naar de tram. Ja. En dan die tram die begon te stoppen zeg maar, in de neus. Ja. En dan naar de winkelier waar ze dan ze dat eruit. En dan aan de balk weer en dan deden ze wat weer. En dan overal stond die tram waren stille en dan werd de spullen met de ruzie gedaan. Ja, okay. En naar de winkeliers toe. Ja, maar bent u zelf ook wel eens in die tram geweest? Huh? Bent u zelf ook wel eens in die tram naar Zwolle geweest? Ja. Maar kunt u omschrijven hoe dat was? Oh, dat was een feest, joh. Ja? Ja, want ik heb een achterkleine dochter. Die is een week naar New York geweest. Dus als we naar Zwolle gingen, en met de koning te richten, want we gaan met zo'n einde van nu af. Dat die was niet. Ja. En dan ging ik met de tram, dat was een morgenfeest. Ja, nee, ik snap, ja. Ja. Maar hoe zag het in die tram eruit dan? Ja, Jan Bangel heeft dat geld, hè. Ja. Zeg maar, Jan zo'n begon. En dan hij de langs de zomer en dan ook weer een dwarsbankje. Zeg maar, tussen twee langwerpige banken. Hij ook wel twee dwarsbankjes, daar is twee mannen op gaan zitten. Oké. Okay. En dan hij eerst de klasse reizen, want dat was hij toen ook. En dan waren banken met kussens. Oké, okay, ja, zo, ja. Ja. Dat was echt leuk. Dat staat mijn beurt is wel uit, op het Thomas en Kempenstraat. Dat was het tramstation. Ja, oké. Okay. Oké, okay. En was het ook altijd druk in die tram? Hmm. Was het ook druk in de tram? Nou, niet zo geweldig. Nee, want ja, het was een heel andere tijd. Die moesten naar beslist. Met een reis, nou, dat ging niet. Nee, oh, dat ging en echt. Nou ja, echt uitgaan met elkaar op visite. En familie, dat was eerst sporadisch. Oké. Okay. Zeg maar, het meeste was als je naar ziekenhuis moest of naar de markt wilde of zo wat, dan maak je gebruik van de tram. Ja. En welke kleur had die tram dan? Want dan moet je eens denken. Want ja, de locomotief zou zwart geweest zijn, maar... Ja, donkere kleuren. Donkere kleuren. Kijk, en dan je had twee verschillende locomotieven. Zeg maar, als je een persoontram had, dan had je een klein locomotiefje, zo'n ongeveer vierkant denk ik. Ja. En als je een hoedentram had, dat was een grotere, dat echt met, zo eerder ook wel in de trein zaten met een pieper erop. Ja. Ja. En die stond zo met kool, hè. Ja, oké. Okay. Maar stond dat niet? Hm? Kwam er niet heel veel geur vanaf? Ja, van die rode bruinkolen, hè? Die we wenden in de stok. Maar kon je er ook ruiken in als je daar... kolen was altijd benauwd. Ja? Ja. Maar als je dan in de tram zat, dan ruik je dat gewoon? Nou, dat was natuurlijk niet zo slim. Als de deuren er zo last gingen en de rook sleut langs je raam, de deuren, dan ruik je dat wel in. Maar als je er een keer in zet en de deur naar hem dicht, dan had je er niet zoveel last van. Nee, oké. Okay.
Maar kunt u omschrijven hoe, zeg maar, als je dan in Delenswaard eraan kwam, hoe het bij het tramstation eruit zag? Was er daar een drukte van belang? Of? Oh, nu, Jan de Bachlokaal. Nou ja, niet meer de tram mee, want die gingen nog Pieter in en dan zei hij zo, in met het Bachlokaal, dat de tram weer terug. Kijk, en als hij weer aankwam, dan moest hij bij de, of onderweg, want die stopte onderweg iedere keer. Zeg maar, ik bedoel, misschien dat hij om de 400 meter was stappen. Ja? Ja, als de ruzie stond, als de weiland was en zo natuurlijk niet. Maar hij stopte niet bij Halders, hij stopte gewoon op verzoek bij een huis? Nou nee, in bepaalde Halders. Ja. Ik bedoel, was ik woon met Thomas Knaal in Talbus, ja. Dat was ook een Halder. Ja. En als de mensen die dus van Thomas Knaal kwamen of ergens anders in de buren, en die polden met de tram mee. Ja. Die hingen er daar staan en dan stapte de tram. Ja, zo ging dat in die tijd. Ja, oké. Okay. Ja, niet zo wel eens als daar met de busje die bellen moest of zo. Maar die had die vaste stopplaats. Ja, zo. Ik heb er zo gemeten. En dan was er ook een conducteur aanwezig? Wie ja, 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 ja. Ja, oké, okay, dat was. Ja, net als bij de treinen, fluitie. Ja, oké. Okay. Goh. Maar dan nog weer het kanaal. Want over, in het kanaal daar waren al die boten, maar. Daar gingen dus verschillende soorten boten doorheen? Ja, dat in mijn jeugd, toen waren dan in zijn alleen maar zeilschepen. Ja. En toen, op een zeker moment, toen kwamen, daar doen ze zo een zeilschroef. Ja. Want een oude moeder, oh ja, en er veel op schip staan, met drie stangen langs de kanten, en daar zat dan de schroef aan. Ja, ja. Jawel, en dat ding, dan moesten ze dan bij de bruggen draaien ze met een liertje binnen. Ja. En dan, als ze met de bruggen deur waren, ja, dan kunt u me zagen. En dan waren ze zijschroef. En toen was dat, en toen kwamen ze met opdoen.